Ja, liefhebbers van het BNB Vol Liefde Gebeuren. Ik ga het even niet hebben over die Petri, die zeukhuis. Nee, die begon dus te mekkeren weer tegen die arme babbelaar. Want zij wil alleen maar zeukhuis, die wil alleen maar luisteraars hebben als man. Als je luisteraars wil hebben, hey, dan moet je een radiostation beginnen, zeukhuis. Nee, goed, ik ga niet, over haar ga ik niet hebben. Nee, ik ga het hebben, vrienden, en dat zullen jullie begrijpen, over het grote verlies van Rasta. Rasta heeft het programma verlaten en dat is ongelooflijk treurig, want zij was onderdeel van het mooiste moment ooit in de BNB Vol Liefde. Een pareltje in het programma. Ja, zij was onderdeel van een conversatie, van een intense schoonheid. Ja, dat was een dialoog. Die krijgen de beste filmscriptschrijvers krijgen die niet op papier. Zo mooi was die. Ja, Rasta was onderdeel van een minutenlang woordenspel. Ja, met als onderwerp het totale niks. Ja, ik leg het even uit, vrienden, voor de mensen die niet dit gezien hebben. Ja, het gaat dus over dat zij, Rasta en Doorsnee, die liepen op een gegeven moment een veldje in. En Doorsnee, die zat qua zweven, zat haar iets dwars. Nou, en die ging dat even doornemen met Rasta. En die zei tegen haar, dus, ja, ik heb laatst het woordje retraite gebruikt. Ja, en dat hoorde ik jou ook zeggen. Hoe vind je dat? Ja. En ik heb liever dat jij dat woord dan niet gebruikt. Want dat woordje is eigenlijk van mij. Je kan hem niet verzinnen. Nee, dat is zo mooi. En ja, en toen, dat was niet alleen. Er kwam nog een woordje bij. Het woordje was magie. Ja, het woordje magie mocht Rasta ook niet meer gebruiken. Ja. Nou, die keek toen eventjes met zulke grote ogen. Ja, als hert in vier koplampen. Ja, nou ja. Het was zo mooi, vrienden. En ze lieten het ook minutenlang staan, want ook de mensen van de BNB Vol Liefde, die snapten wel dat ze hier iets fenomenaals in handen hadden. Nou, en wij genoten natuurlijk allemaal van dit totaal verwarde gesprekje. Ja, want stel je nou voor, vrienden. Stel je nou voor dat ik zo begin tegen Jut. En ik zeg tegen Jut, moet je even goed horen, lieverd. Ik heb liever niet meer dat jij het woord diarree gebruikt. Ja, want ik zei dat laatst diarree. En toen hoorde ik jou dat ook zeggen. Is het een woordje van mij, diarree? Ja, afvoerputje, ook liever niet meer gebruiken. Afvoerputje, nee, dat is ook een woord van mij. Dat heb ik liever niet, vind ik niet prettig. Nee, en woorden als de, ja, en het, en dan, en dat. Liever niet meer gebruiken. Dat zijn allemaal woordjes van mij. En toch ergens laatst zei ik tegen jou, ik hou van je, ik hou van je, ja. En toen hoorde ik jou dat ook zeggen. Dat moet je niet meer doen, lieve. Daar hou ik niet van. Als je dat soort dingen zou zeggen, ja, dan denk je er toch bij zichzelf ook van. Hoogste tijd om hem te laten opnemen.